Hallo beste kijkers, mijn naam is Lauren en ik ben leerkracht Engels en PLT op de Frenne Middenschool in Gent. Ik ga jullie vandaag iets meer vertellen over het vak PLT. De leerlingen van het eerste jaar A-stroom krijgen dit vak onder deze vorm aangeboden en ik ga kort eens overlopen wat ze daar specifiek in gaan zien. Wat zien de leerlingen dus in dit vak? Enerzijds en als eerste leren ze elkaar en de school kennen. Dit vinden we heel belangrijk, want voor leerlingen is dit vaak een spannende periode en het doet dan toch deugd dat ze een beetje meer tijd krijgen om elkaar te leren kennen en wat extra inzichten in de school krijgen. Daarnaast krijgen ze ook inzicht in het leren leren en hun leerstijlen en talenten. Dit zal vooral het grootste deel van het eerste semester innemen, omdat we dat belangrijk vinden dat de leerlingen goed klaargestoomd worden om die eerste examenreeks aan te kunnen. En daarnaast gaan de leerlingen ook hun ICT-vaardigheden aanscherpen, omdat het belangrijk is om ook tijdens andere vakken te gebruiken. En ze gaan dit zeker later ook kunnen gebruiken. Oké, enkele zaken die zeker aan bod zullen komen. Organiseren en plannen. De leerlingen krijgen eigenlijk dagplanners en weekplanners aangeboden voor buiten de examens ook, om ze eigenlijk van in het begin goed op te volgen en te laten leren plannen. Ze krijgen ook aangepaste schema's voor tijdens de examens, dus die beginnen eigenlijk goed op tijd, zodat ze genoeg tijd hebben om te leren voorbereiden. Ze leren ook werken met de schoolagenda. Daarnaast krijgen ze ook inzicht in de verschillende leerstijlen. Welke leerstijl past het beste bij hen en hoe kunnen ze daar het meeste uithalen? Ze leren ook werken met een inhoudstafel en krijgen allerhande leertrucjes aangeboden. Ze leren werken met Office. Ze krijgen inzicht in hun talenten en leren ook het herkennen en benoemen van talenten bij andere mensen. En ze maken kennis met het brede zorgschema van bij ons op school. Dit is heel belangrijk, omdat dat op elke school ook anders is. Ze leren vooral bij wie ze terecht kunnen voor wat, wat de afspraken zijn bij afwezigheden en wat ze moeten doen bij ziekte. En dat was eigenlijk kort gezegd wat het vak PLT inhoudt. Natuurlijk komen er nog allerlei andere zaken aan bod gedurende het schooljaar, maar dit geeft toch al even korte essentie mee voor wat de leerlingen gaan te zien krijgen. Tot dan!